Goedemorgen dames en heren, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgenpraat, geweldig dat we er weer zijn. Echter, ik heb een ene probleem. Zoals je kan zien, achterraampje beslagen. Natuurlijk door de temperatuur die we nu hebben buiten. Ja, gaat alles beslaan. Dus ik heb hier de aanjager, wil ik aanzetten, maar dan krijg je dat allemaal te horen. Dan kun je niks volgen. Dus ik zit eigenlijk met een dilemmaatje. Wat ga ik nou doen? Ga ik daar een beslagen auto hebben? Denk het wel. Maar goed. Goed, vandaag. 4 rondjes weer. Tempotje iets lager. Waarom? Gisteren heb ik samen met de veteranen weer een keer gevoetbald. Half veld weliswaar. Maar dan sta je toch ongeveer een uur en een kwartier op het veld. Een beetje heen en weer te dribbelen en te doen. Een beetje met die bal te goochelen. Dus ik ben toch de hele tijd bezig. Had ik er nog aan zitten denken van ja, ga ik dit doen ja of nee? Ga ik dan nog vandaag hardlopen? Jazeker. Jazeker. Ik vind het toch, dit is iets wat een beetje ingebouwd is. Wat nu natuurlijk een bepaald ritme is. En dat. Oh, dan krijg je dat ook weer. Oh. De zon achterop. Mooi. Het is helemaal zo. Wat ik nou nog wel zit te bedenken. Ik heb hier. Kijk. Ik heb hier mijn sportkaart weer bij me. Ik zit even te denken. Want ik hoef vandaag niet te voetballen. Of na het voetballen toe. Dus hoe moet ik zeggen. Dus ik heb extra tijd. Om dan nu vandaag naar de sportzaal te gaan. Om mijn bovenlichaam een beetje te pakken. Een keer. Daarna eventueel of wel het coffee van Frans, die woont daar vlakbij. Ik zit alleen een beetje te twijfelen of dat er niet te veel wordt voor het weekend. Maar ja, daarentegen. Het is natuurlijk wel altijd even lekker. Even lekker bezig zijn. Dus waarschijnlijk ga ik dat toch even doen. Denk dat ik dat toch even ga doen. Even lekker met het bovenlichaam bezig zijn. Buikspiertjes en bij het hardlopen heb ik ook mijn basisoefeningen voor mijn benen nog een keer. Ik ben je benen al aan het trainen, maar dan nog eens een keer wat extra oefeningen erachteraan. Dus even een keer een beetje door te trekken. Dus die benenoefening heb ik nu al gehad. Wat lunches, jumping jacks. En ik heb dan vorige week ondervonden met een steen die daar staat. Kan ik mooi boxings doen of weet het ook weer. Step-ups, maar dan hoger. Dat is goed voor de benen. Ik ben intussen toch aan het doorrijden om dus zo meteen mijn bovenlichaam te gaan doen. Ik ga het toch doen. Dan moet ik alleen even. Ja. Zoals ik al zeg, de ramen zijn nog een klein beetje beslagen, ook hier aan de voorkant. Dus. Moet ik even oppassen, moet ik even opletten. Ik ben benieuwd of dat ik daar überhaupt binnen kan. Ik heb het pasje laten activeren de vorige keer toen ik erheen ging. Toen ging hij niet open, bleek hij niet geactiveerd zijn voor 24/7. Hoe dat kan, dat weet ik niet. Zij hadden het erover dat de abonnement gestopt was vanwege corona. Dat vind ik eigenlijk best wel raar. Ik doe het via een bedrijf fitnessplan en die hebben we gewoon doorbetaald, zover ik het weet. En anders weet ik het ook niet. Maar goed. Hij zou nu geactiveerd moeten zijn, dus als het goed is, zal ik zo meteen merken. Kan ik niet binnen, kan ik alsnog wat koffie bij vast. Ja, voor de rest gisteren vrij geweest met de dames. Het is geen voetbal voor de dames. Ja, dat dan weer. Zo heb je natuurlijk allerlei andere zaken. Andere zaken die natuurlijk deze week naar boven zijn gekomen. Bepaalde zaken waarvan ik zeg van ja jongens, waar gaat het allemaal over? Discussie over het hele coronabeleid natuurlijk. Discussies over dat hele toegangsbeleid.
te controleren en niet. Als ik naar de horeca ga, dan moet ik zijn pasje hebben, of moet ik zijn code hebben, of iets dergelijks. Maar ga ik in de winkel ernaast met die hele klucht wat in een café zit, dan mag ik er zo binnenkomen. Of eigenlijk andersom gezegd, als ik met een hele groep mensen in de winkel ga en daarnaast in het café en ik ga met diezelfde mensen waar ik mee in de winkel sta naar het café, dan mag ik in één keer het café niet in. Ja, maar goed. Goed, ik ben aangekomen bij de fitness. Dus ik ga mijn auto parkeren en dan ga ik eens kijken of ik binnen kan. Ja, even kijken. Dit gaat goed. Oh. Dit ging niet goed. Oh. Yay, ik ben er. Nou, ik zou zeggen, fijne zondag verder. En, ik heb hier een nieuw filmpje gemaakt voor YouTube. Het ging een beetje een verlaat filmpje, maar die ga ik er straks op zetten. Of hij staat er al op, op het moment dat jullie dit zien. Ik weet niet. Ik zou in ieder geval zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende week zondag. En dan zeg ik, tjoe.